Oh, wat gaat hier vandaag gebeuren? Ja, wat hier gaat gebeuren is heel bijzonder. Tenminste, heel bijzonder in ieder geval voor ons, voor de mensen van de Twentse Zorgcentra. Mensen met een verstandelijke beperking. Die gaan voetballen met de profs van FC Twente. Dat is een hele grote wens altijd van heel veel bewoners geweest. En we hebben dat in 2003 heb ik dat plan opgevat. En daar zijn we mee aan de rol gegaan. En de rest is, ik zou bijna zeggen, geschiedenis. Maar het gaat vandaag gewoon, we zitten nog midden in de geschiedenis. Want vandaag gaan we voor de 19e keer het Sander Boske toernooi spelen. Neem ons eens mee, hoe is het begonnen? Eigenlijk gewoon onder een glas bier in de kroeg. Samen met Paul Geelen, nu van de Stichting Goal, toen van de Twentse Zorgcentra, zijn we op het idee gekomen om toch iets met mensen met een beperking te doen. In samenwerking met betaald voetbal. Ik was toen voor RTV Oost de FC Twente Watcher, zoals dat zo mooi heet. Ja, op basis van onze gezellige avond heb ik Jan van Hals benaderd in die tijd. En die werd direct enthousiast en uiteindelijk zijn we in contact gekomen en een jaar later. Ja, is het begonnen en eigenlijk nooit meer weggegaan. Posker is naamgever van het toernooi. Ja. Waarom? Ja, Sander heeft zelf een verstandelijk gehandicapte zus. En Sander kun je echt merken, dat was dus al jaren geleden, was hij natuurlijk razend populair bij onze doelgroep, bij de gehandicapten. En Sander is eigenlijk elk jaar bij geweest. En we hebben eigenlijk zoiets gehad van, eigenlijk zou het ook wel heel mooi zijn om die man ook eens te eren. En als Mr. FC Twente, maar ook om het toernooi naar hem te vernoemen. Wat voor organisatie doet er allemaal mee? Ik zie een paar namen achter ons worden opgehangen. Ja, we hebben, we hebben Stichting Goal, werkt, die verbindt het bedrijfsleven met evenementen in de zorg. En vanmiddag is Cube, een bedrijf uit Oldenzaal, is erbij. Die zijn de shirtsponsors ook voor vandaag. En die zijn ook met een team van mensen hier nu bezig om ook te helpen met opbouwen. En ook daarvoor geldt, we willen onze sponsoren willen we ook gewoon laten beleven wat er met hun geld gebeurt. Maar willen we ook laten zien hoeveel plezier het geeft door zelf ook actief te zijn met mensen met een zorgbehoefte. We vinden het fantastisch om dit initiatief te ondersteunen. En we zijn hier dus ook met het hele bedrijf. Oké, en wat gaan jullie vandaag doen? We zijn de coaches. Dus we helpen iedereen om een leuke wedstrijd te beleven. En was Twente meteen enthousiast of zeiden ze in het begin nog, nou, die spelers? Ja, dat was in het begin nog, het is onwennig. En destijds was er ook nog een andere elftalleider die wat meer beschermend was. En toch dacht van, ja, moeten we dat wel doen? En wat betekent dat voor die spelers? Gaan ze niet geblesseerd raken? Nou, dat soort dingetjes. Maar die schroom was eigenlijk na de eerste keer wel weg. Want ja, de spelers waren enthousiast. Die konden fijn gaan voetballen met deze mensen. En ja, ze zijn heel onbevangen en dan is ook de druk bij die spelers van FC Twente weg. Dus die onzekerheid die was snel verdwenen. Ja, wat doet het met die mensen? Nou ja, dat kun je al zien als ze hier aankomen met auto's en bussen. Vol enthousiasme komen ze de bus uit. Het is voor hun een van de hoogtepunten van het jaar. Want zij gaan niet alleen lekker voetballen op deze prachtige grasmatten, maar zij gaan ook komen in contact met hun helden. Ze kijken natuurlijk ook naar de Eredivisie en ze kijken naar FC Twente. De meesten zijn ook fan van FC Twente. Heren scheidsrechters, bent u klaar voor de eerste wedstrijden? U kunt beginnen. Kom op jongens! Kom maar!
goede goal, hè? Je eigen toernooi, hoeveel mensen kunnen dat zeggen? Ja, dat weet ik niet. Ik denk niet zo heel veel mensen. Maar het is ook een hele eer dat het mijn naam heeft. Want je weet één ding zeker als dit toernooi er is. Dat heel veel gelachen wordt. En dat heel veel mensen heel veel plezier hebben. En dat is het mooiste van deze dag. Wat maakt juist deze doelgroep zo leuk om zo'n dag mee te hebben? Omdat ze altijd vrolijk zijn. En ze hebben altijd plezier. En dat is zo mooi. Zij vinden iedereen leuk, ze vinden iedereen aardig. Ze zijn heel erg knuffelbaar en knuffelig. En ze hebben altijd het goede met je voor. En dat is juist zo mooi aan dit soort mensen. Uurtje of vier is het afgelopen. Wanneer is deze dag geslaagd voor jou? Nou ja, dat maakt niet uit. De dag is al geslaagd. Ik hoop alleen dat het droog blijft. Dat zou hartstikke mooi zijn. En voor de rest... voordat we begonnen was deze dag al geslaagd en daarna is het alleen nog een mooie. En best fanatiek vind ik het. Ja, heel fanatiek. Heel fanatiek. Ze willen allemaal graag winnen. Maar ja, als het dan niet gebeurt, ja... Voor de een is het heel erg en voor de ander denk ik van ja, nou... Boeiend. En zo moet het ook zijn. Gaat het om de lol? Gaat het ook nog een beetje om winnen? Kunnen we ze wat winnen? Ja, dat gaat altijd. Ook dat is het hele grappige. Natuurlijk gaat het om de lol. Het gaat om ontmoeten. Het gaat met elkaar knuffelen. En het is... Het ontmoeten vinden wij heel belangrijk. Maar uiteindelijk is het ook bij de spelers van FC Twente zelf. Want die staan natuurlijk ook weer tegenover elkaar. En vinden ze het leuk om de mensen met een beperking een beetje te dollen. Maar ze vinden het natuurlijk nog veel leuker om hun eigen teammaatje ook gewoon te dollen. En je zult ook... Nou, ook dat ga je vanmiddag allemaal meemaken. Op een gegeven moment komt er altijd wel wat strijd in. Van als iemand 1-0 voor staat en het is een prochtig goal door iemand van FC Twente zelf. Dan zal de ander ook altijd geneigd zijn. Ja, maar we gaan wel even gelijk maken nu. Dus op de een of andere manier loopt het altijd wel op een grappige, fanatieke wedstrijdjes. En het is altijd feest om te zien. Want voor de bewoners is het natuurlijk gewoon Champions League. Voor hun is natuurlijk de winst gewoon heel erg belangrijk. Maar goed, we hebben ook wel meegemaakt. Dat was vorig jaar geweldig. Was een van de gehandicapten die ging er met zo'n goaltje vandoor. Ze wilde scoren, was het goaltje weg. Dus dat soort dingen, dat soort tafereelen kun je allemaal meemaken. Maar dat maakt wel dat je heel veel plezier hebt met elkaar. Maar dat het anderzijds ook best wel heel fanatiek kan zijn. De winnaar krijgt prijzen, die worden beschikbaar gesteld, altijd door dezelfde partij? Ja, Juwelier Bonk. Ja, geweldig. Juwelier Bonk uit Borne. Ook al, inderdaad, ook al 19 jaar de leverancier. En ook altijd heel betrokken. Die komt vanmiddag ook in de loop van de middag. Die wordt altijd reikhaals naar uitgekeken. Is die weer? Gaat het? Nou, dan worden de bekers en de medailles worden uitgestald. Die worden uiteindelijk allemaal uitgereikt door... Door Ron Jans in dit geval en Sander Boske. Ja, het is gewoon echt prachtig omdat onze cliënten die kijken hier ook heel jaar naar uit. En die vinden het fijn om te voetballen, lekker in beweging te zijn, gezellig met elkaar. Ja, en ze ontmoeten ook heel veel andere mensen, hè? Waaronder de voetballers van FC Twente. Dat is natuurlijk gewoon top. Jij en ik, hè, als wij kunnen met onze vrienden op stap gaan en wij kunnen heel makkelijk contact leggen. Voor onze cliënten is het vaak veel moeilijker om zelfstandig ergens naartoe te gaan. Dus als er dan zoiets is waar ze heel veel mensen ontmoeten, waar ze lekker met elkaar zijn, dat is natuurlijk gewoon fantastisch voor hun. Ja, dit is echt een begrip in onze organisatie. Ja. Iedereen, deze datum staat in onze agenda's genoteerd. Ja. Dit zijn wel altijd fantastische momenten. Er is altijd zoveel plezier hier en samen. Ik zie net een wereldgoal, dus top. Wat is jouw rol vandaag?
We hebben de aftrap gedaan en ik moet kijken wie de beste speler van het toernooi is. Ja, ik zag een nummer 8. Die is echt in vorm. Maar ja, dat is Michel Flap, dus die ga ik niet kiezen. Wij krijgen zoveel van onze supporters en iedereen eromheen die ja, gewoon FC Twente iets goeds toewenst. En dat moet je ook dingen teruggeven. En dit is zo mooi om te doen. En we hebben het allemaal zo goed eigenlijk. En dat is ook wel mooi om dat te delen. Hoe vinden de spelers het? Ja, volgens mij vinden ze het wel mooi. Soms dan denken ze eerst van, anders waren we misschien vrij geweest. Maar dit doen ze altijd heel goed. En daar let ik zelf ook op. Hè? Door te vragen hoe het geweest was en wat tips geven. Van doe gewoon lekker mee, man. En het enthousiasme wat je ziet, dat moet je ook weer teruggeven. Met z'n allen. Je ziet hoe blij ze worden dat ze ons zien, dat ze hier op het onze veld kunnen voetballen. Dus voor ons ook een speciale dag. Elke jaar een mooie dag bezorgen en we genieten er zelf ook van, dus zeker leuk. Jullie spelen nu halve finale of de kleine finales? Nee, we zaten er niet zo lekker in, dus we moeten tegen de grijze team als voor de laatste plek. Oké, succes man. Dank je. Goed Laas! Oh! Hoe gaat het tot nu toe? Oh, ik ga goed allemaal. Ja? En heb je goede teamgenoten? Ja. En die man naast je, doet hij het ook goed? Ja, ook wel daarbij. Ook wel redelijk, ja. En hoe doet hij? Speler hoor. Dus die gaat Lars Unestal vervangen, 100%. Toch? Ja. Ja. Volgend jaar. Ja, vorig jaar heb ik een goede. Ik ben een echt goede. Ik ben een echt goede keeper. Mijn Unestal vervangen. En hoe gaat het tot nu toe? Het gaat goed. Ja? Heb je al wat wedstrijden gewonnen? Ja, net de 5-1 gewonnen. De grote finale. 5-2. En daarna gaat het goed komen. Oké, en nu? Tegen wie moet je nu? Nee, Twente tegen de gele wij. Oh, tegen de gele. Oké. En die meneer naast je, kan niet nog een beetje? Ja, maar het vraag maar is, mijn bal vrij spelen. Hij is een soort topwedstrijd. Maar hij is een 300 wedstrijd. Ik echt tevreden over. Heel tevreden over. Ja, dan kan hij ook nog wel even doorgaan, toch? Mag een hele maand verder doorgaan. Het is ondertussen denk ik de 18e keer dat ik dit doe, maar het werd nooit. Het is altijd echt leuk en ik krijg heel veel energie van. Hoe vindt de rest van de groep het? Ja, als ik het zo zie, dan hebben ze wel een leuk feestje. Dus volgens mij mag het wel vaker gebeuren. Ja, we zijn derde in de pool geëindigd. Dus nu voor de, ik denk, 7e, 8e plaats moeten spelen. Dus iets wat teleurstellend, maar ik kan niet klagen over de inzet van mijn spelers. Waarom is dit zo leuk om mee te maken? Nou, iedereen loopt hier rond met een lach op hun gezicht. Iedereen heeft plezier. Iedereen met elkaar. Dus dat is gewoon prachtig om mee te maken elk jaar weer een keer. Ja, er komt alleen maar positiviteit vanaf. Niemand is chagrijnig, iedereen is blij. Iedereen vindt het geweldig om de spelers te zien, de trainers. Dus een en al positiviteit. Er is echt niks op aan te merken hier. Dus ik heb heel veel respect al gezien naar elkaar. Af en toe een dueltje, daar valt iemand op de grond. Daar helpen ze elkaar gelijk overeind. Daar kunnen we zeker een voorbeeldje aan nemen. Maar ik denk dat wij af en toe ook wel wat harder moeten zijn. Hoor. Dus voor ons is het niet helemaal het juiste voorbeeld. Maar we kunnen er wel iets van meenemen. Hoe is het gegaan? Ja, heel goed. Het gaat goed. Ja? Samantha heeft net 3 gescoord, hebben 3-1 gewonnen. Maar we willen met z'n allen iets doen, toch? Op 3, 2, 1. Kijk, dat klinkt goed. Hey Virgil, hoe was het vandaag weer? Ja, gezellig. Ja, we hebben het naar ons zin gehad en dat is belangrijk. We hebben niet alles gewonnen, maar we hebben wel plezier gehad. En stiekem hebben we dus ook gewoon gewonnen, toch? Ja. Ja, en hoe deed Virgil het? Goed. Dank je. Ja, wat zijn zijn sterke punten? Hij kan heel hard rennen en schieten. Echt goed schieten. En hoe heb jij het gedaan? Leuke dag man, echt een mooie dag man. Mooie dag ook. En hij heeft een goede vriend van me. Ja. Hij is een goede voetballer. Ja. Moet ik echt zeggen.
Hoe gaat het ertoe? Zijn er nog blessures? Hebben jullie nog in actie moeten komen? We zijn bijna overwerkt, echt waar. Van het niks doen. Heel goed. Het is een heel sportief toernooi, hè? Ja, en zolang als wij niks te doen hebben, is het voor de organisatie alleen maar beter. Is dit een leuke klus voor jullie? Ja, zeker. Dit is hartstikke leuk. Als je ziet hoeveel plezier iedereen erin heeft, is gewoon fantastisch. Zeker. Oké, en dus nog nul blessures tot nu toe? Nou, een paar pleizertjes, maar verder niet. Gelukkig, laten we het zo houden. Michel, de man in vorm. Heb je de vorm meegenomen deze middag? Ja, ja, zeker, zeker. Maar ik heb het vandaag hoef ik het niet te doen, want ik heb Ronaldo in mijn team. Wacht, halen we even Ronaldo erbij. Kijk, daar is Ronaldo. Ze noemen jou Ronaldo. Ja. Waarom is dat? Omdat ik best wel goed voetbal. Ja? Heb je al goals gemaakt? Ja, een stuk of 5. En hoe doet de man naast jou het? Maar deze? Best wel goed. Ja? Goed. Hey, en weten jullie elkaar een beetje te vinden in het veld? Ja, 1-2'tjes, hè. 1-2'tjes, inspelen, doorbewegen. Hè? Ja. Dan geef ik hem jou en schiet je hem binnen. Ja. En ik hoor de finale. Ja, de grote finale. Hartstikke mooi. Dus tegen wie je moet? Tegen het blauwe team. Siroukje en zo? Ja. Gaan we aanpakken. Ja, tuurlijk. Aanpakken. Gaan we gewoon winnen. 100%. Hoe gaat het tot nu toe? Het gaat goed. Ja, waarom gaat het goed dan? Omdat ik zo'n trainer heb en vooral voetbal. Maar mij zijn het ook wel vreselijk dat ik jou heb. Ga maar de buis, ga maar de buis. En ik heb gezegd dat je in de finale staat, hè? Je staat in de finale. Maar tegen wie moet je dan? Weet je dat al? Ja. Tegen? Ja. Tegen mij, hè? Ja. Ga je winnen? Dan ga ik winnen. Gaan jullie winnen? Ik denk het niet, toch? Ja, wat denk je, wie gaat er winnen? Want je moet tegen de blauwe. Hij is natuurlijk een hele goede voetballer, maar jullie zijn beter, toch? Wij zijn beter, want wij hebben ook goede spelers. Hoeveel gaat het worden in de finale? 4-1, denk ik. 4-1, nou, we gaan kijken. U verzorgt de prijzen. Ja, dat klopt. Eigenlijk vanaf het begin van dit mooie toernooi ben ik degene die de medailles en de bekers mag aanleveren. Als je kijkt om je heen, hoe de mensen genieten, hoe FC Twente geniet, de spelers van FC Twente, door samen met mensen met een beperking actief te zijn op het sportvlak, ja, dan is die vraag niet zo moeilijk. En dan had ik zoiets van, nou ja, goed, wat kunnen we doen met elkaar? Ik heb een winkel, ik kan medailles leveren, ik kan bekers leveren. Sociaal-maatschappelijk bezig. Eitje toch. En dus nu al 19 keer geleverd? Ja, 19 keer. Helaas de corona 1 keertje overgeslagen. Maar volgend jaar 20, daar gaan we gewoon voor natuurlijk. En dit houden we gewoon lekker vol. En volgend jaar vol erin. Hoera! Gaan we hier?